paarden, ruiters, raven, heel veel vuur, water, van alles. En een hele mooie show. Veel stunts. Ja, heel veel special effects en zo en dat is heel cool om te zien. Ravelijn, een voorstelling met snelle paarden en stuntende ruiters. Zij hebben de show net gezien en vonden het dus leuk. Maar volgens dierenactivisten is dat het helemaal niet. En daarom deden zij gisteren aan het einde van de voorstelling dit, na een stunt met een paard en een brandende deken. Ze rennen de arena in en hebben spandoeken mee. Efteling stopt met paarden in brand steken, staat erop. Ja, we zijn als Efteling heel erg geschrokken. Zowel de acteurs van de show zijn geschrokken, die hebben dit nooit eerder meegemaakt. Maar ook de gasten en de aanwezige kinderen op de tribunes. Normaal gesproken komen er hier alleen blije gezichten naar buiten. Maar dat was afgelopen weekend wel anders, omdat het ineens heel anders eindigde. Er waren huilende kinderen en teleurgestelde ouders. En daar zijn heel veel mensen boos over. De demonstranten lieten hun actie live op Facebook zien en daar kwamen veel reacties op. Sommige mensen zijn het ermee eens. Zo zegt Linda, goed bezig, wat een dom gedoe met paarden en vuur op hun rug. Maar anderen zijn juist kwaad op de activisten. Ons dagje uit is vreed verstoord door jullie actie, zegt Danny die erbij was. Maar de activisten denken daar anders over. Ik denk dat een paard ja, het nooit fijn vindt. Het is ook tegen de natuur in, zeg maar. Als een dier in de natuur vuur ziet, dan rent hij daarvan weg. En net als dat dieren op oud en nieuw wegrennen van vuur en van vuurwerk. Dierenartsen hebben de showpaarden vorige week nog onderzocht. Zij zeggen dat de dieren geen brandwonden, pijn of stress hebben. En dat dit geen dierenmishandeling is. Ze kunnen wel kijken naar hoe dat voor het dier is, maar dat dier zelf kan natuurlijk niet praten. En het blijft vuur en het blijft een paard. Maar de meeste kinderen die de show zagen, denken dat het allemaal wel meevalt. Dat paard is getraind en ik vind dat mag. Ik vind dat dat gewoon goed is. Nou, als ik een paard was, dan deed het wel echt pijn, denk ik. Ik vind het wel cool om te zien, want je ziet het in het echte leven natuurlijk niet. Dus als het dan in zo'n show gebruikt wordt, is het wel cool. De Efteling houdt de voorstelling gewoon zoals hij is. We zijn niet van plan om de show aan te passen, omdat de organisatie die vorige week hier langs is geweest voor een check voor de paarden, eigenlijk heeft laten weten dat de Efteling zijn zaakjes dik voor elkaar heeft. En dat de paarden hier goed verzorgd worden, geen stress ervaren. Dus wij zien nu geen reden om de show aan te passen. Heel veel acties hebben misschien niet meteen zin, maar daarna, als je het vaker doet, en we zullen ook vaker terugkomen, want we vinden het een mooi park, maar wel zonder dieren. En de kinderen, die hopen dat de paarden gewoon blijven stunten. Ik vind het wel goed, want het is ook een hele leuke show, dus ja. Ja, ik snap het ook wel, want ik vind het is ook niet zo lang dat ze in brand worden gestoken, het is echt maar 10 seconden of zo, dus ja. Als ze ervan schrikken, is het niet goed, dan moeten ze ermee stoppen, maar zolang dat niet gebeurt, kan het. Ja, dan moeten ze gewoon doorgaan, het is een superleuke show om te zien, dus.